Weet je al wat je later wil worden? Word je vuilnisman? Of word je taxichauffeur? Taxi? Ja. Of kies je voor het prachtige beroep van klerenverkoper? Als je nog altijd niet weet wat je met de rest van je leven wil doen, blijf dan vooral kijken, want de Federale Overheidsdienst ter bevordering van de beroepskeuze zet speciaal voor jou alle toffe beroepen op een rijtje. Vandaag hebben we het over de pianostemmer. De pianostemmer werkt vaak in een huiselijke sfeer. Maar op de werkvloer is een ongelukje snel gebeurd. De pianostemmer kent de piano van onder tot boven. En dankzij zijn vakkundigheid krijgt hij elke piano terug aan de praat. Pianostemmen is een edel beroep. Jij bereidt het instrument der instrumenten voor, zodat de grote der aarde hun talent optimaal kunnen benutten. Hij is klaar. Hij is net klaar. Ja, super. Ga maar zitten, jongen. En toon ik aan ons wat je allemaal kunt. Hè? De pianostemmer is een vakman. Hij kent de piano door en door en helpt de moeilijkste problemen op te lossen. Ik krijg er geen noodmuziek uit, hè. Geen noot. Kijk. Wacht. Probeer nu eens. Dat is beter, hè? Dat is beter. Naast het repareren van piano's kan de pianostemmer natuurlijk ook spelen als de beste. De pianostemmer is een sociaal man. Hij heeft vele goede contacten met zijn klanten. Ja? Dag mevrouw, ik kom voor de piano. Secondje alstublieft. Is dit wat jij wilt doen voor de rest van je leven? En wanneer brengt hem terug? Ik dacht het niet. Magazinski. Een programski over een jonge menski.